Good morning en welkom bij deze nieuwe YouTube vlog. Het is voor mij vandaag maandag, beginnen weer een nieuwe vlog. En weet je, wat gaan wij even doen? Ik wou meteen eigenlijk wat leuks gaan laten zien, want mijn ouders zijn terug van vakantie. En ik heb mijn moeder in opdracht naar een winkel gestuurd. Dus ik heb daar even zelf wat dingetjes via de telefoon en screenshots heb ik daar dingen geshopt. En ik wou het even laten zien, want echt, dit is zo cute. Kijk, deze tas. Oh my god, I love it. Dit is van Rutta Market. Daar is het van. En ook deze hanger heb ik er gelijk bij gekocht. Mijn Minnie Mouse eraan, want ik denk het is een helemaal leuke match. En ik had ook nog 2 oorbellen uitgezocht. En super lieve mama ook een oorbel gekregen. Ik had deze uitgezocht als oorbel. Waanzinnig. En deze Pikachu. Kijk wat een cutie. En ik heb dan deze van mama gekregen. Ook echt zo'n cutie. Cutie. Het is deze Hello Kitty. Oh my god. Look at her. Oh my god. I love. Echt zo leuk. Waanzinnig. En ik had ook super lief een soort portemonneetje van mama nog gekregen. Ook van Hello Kitty. Dus hier kan je ook leuke dingetjes in doen. En ik zat te denken misschien, kan ik hier een leuk spiegeltje in doen voor als ik mijn lippen en zo bij ga werken. Zodat ik het in de tas mee kan nemen. Dus ga ik heel even kijken. Maar dit moest ik even meteen laten zien. Want I live. Wat vandaag de planning is. Is ik ga even de YouTube vlog editen. Want ik ben morgen en woensdag in Rotterdam. En dan slaap ik ook in een hotel en zo. Ik moet mijn outfitjes klaarleggen. Want ik ga dus morgen shooten met Mark. Woensdag heb ik een event. En heb ik ook nog een meeting. Wat wel online is. Maar ik dacht, ik vind het wel lekker. Om gewoon even in een hotel te slapen. Ja, dat vind ik wel chill. Dus dat ga ik doen. Maar ik moet daar voor alle looks even klaarleggen. Dus voor woensdag sowieso een leuke outfit. Ik moet sowieso 3 outfits voor shooten met Mark. En ik wil nog even kijken of ik nog wat dingen mee kan nemen. Zodat ik dat kan shooten in het hotel zelf. Dus dat is een beetje de planning. En dan ga ik dat allemaal een beetje fixen vandaag. Eigenlijk wil ik ook in ieder geval nog een TikTokje plaatsen vandaag, maar ik heb geen concepten meer staan. Ik heb geen inspiratie, maar dat loopt allemaal los. Ik zat te denken om misschien nu meteen die vlog te editen, want dat heb ik dat maar gedaan. Dus ik denk dat ik dat even ga doen. Ik ben gedoucht en alles, maar het is inmiddels al 2:30. De video is nu aan het uploaden op YouTube. Dat mocht even duren. Goedemiddag, het editen duurde ook echt super lang, maar ik ben begonnen aan Holland's Next Topmodel. Het is weer begonnen en ik vind het altijd super interessant om te kijken. Al sinds dat ik super klein ben, kijk ik het en volg ik het en vind ik het altijd weer leuk om te kijken. Ik merk wel dat ik het steeds iets minder leuk vind, ook wel weer of zo. I don't know. Vroeger was het gewoon crazy shit. En het is natuurlijk nu gewoon iets meer safe. Ik ga nu even iets snacken. Of toch nog even een soort lunchje klaarmaken, want ik heb niet echt geluncht. En dan moet ik daarna beginnen aan die lookjes maken. Ja, we moeten door. Even die lookjes samenstellen. Ook ben ik echt super mentally ill in mijn hoofd volgens mij. Jesus. Want ik heb geen TikTok geplaatst vandaag. Want ik heb ook geen voorbereid. Maar dan heb ik helemaal in mijn hoofd. Oh mijn god. Mensen gaan mij vergeten. Mensen weten niet meer wie ik ben. Als ik gewoon 1 dag niet upload. Ja, schat. Crazy. Dus ik ga even die crackers maken. Want ik heb zin in eten. Lekker. Lekker crackers met vegan heksenkaas, extra belegen kaas en lekker tomaatjes, theetje erbij, heerlijk. Oké, ik ben begonnen met de lookjes klaarleggen en ik denk dat ik er al eentje helemaal heb en die is helemaal gezellig. Dus die ga ik alvast even laten zien. Helemaal SpongeBob themed look. Helemaal gezellig. Ik ben helemaal fan. Ik had ook nog wat bij Closet van Val besteld, want ik zat toevallig ineens, Valerie, ze heet toch Valerie? Volgens mij wel. Ik noem haar altijd Val. Maar ons Val, die is natuurlijk, weet je, iedereen kent Closet van Val, toch? Op TikTok en zo. En eigenlijk is het normaal helemaal niet mijn stijl of mijn sort of clothes to buy. Maar toen had ze ineens deze print in die biker short met een bijpassende body. En toen dacht ik, ja, deze print is zo foei ordinair dat het waanzinnig is. En helemaal bodycon. En ik dacht, ja, ik kan hier wel iets heel leuks mee. Dus ik dacht al helemaal leuk dit stylen met een panty eronder. En misschien een soort tutu-achtig iets eroverheen. En allemaal lagen. En
oh, ik zag mezelf wel helemaal gaan met dit als een look. Dus heel misschien dat ik die ook wel voor morgen wil stylen. Maar moet het even kijken. Dus ik ga nu even verder. Ik ga denk ik even lekker een serie op de achtergrond zetten. En dan ga ik even mijn creatieve mind laten werken. Oké, hier heb ik mijn koffer klaar. Ik denk dat ik ongeveer helemaal klaar ben. Ik moet alleen make-up en skincare natuurlijk er nog in. Omdat ik in een hotel blijf slapen. Ik ga echt uitpakken even met de looks. Omdat het nu kan en ik in een hotel slaap en noem maar op. Hier heb ik ook allerlei lookjes in. Deze neem ik mee voor Mark. Want ik heb deze letterlijk nog nooit gedragen. Is een Stussy Steen trainingsbroek. Die heb ik tweedehands gehaald. Nooit aangehad. En ik weet dat Mark heel erg van die merken houdt. En dit ook heel tof vindt. Dus die neem ik lekker voor hem mee. Die wou hij graag hebben. En het is een gift from me for him. Dus ik heb echt super veel lookjes. Ik denk, nou, hoeveel zou het er zijn? Ik denk 5, 6 complete looks. In ieder geval 4 complete looks. Eentje voor in het hotel. Ik heb 2 lingerie dingen mee waar ik even een video mee wil maken. Dus eigenlijk heb ik echt superveel, dus dat is echt amazing. Ik wil alleen nog morgen mijn statief erin en weet je, gewoon dat soort dingetjes. Dus ik heb nog wel veel om te pakken, maar desnoods neem ik nog een extra tas mee, weet je. I don't care. Dus dit is helemaal top. We kunnen helemaal lekker gaan shooten morgen. Echt, I love. Dus we gaan ook lekker avondeten morgen. We gaan lekker lunchen samen morgen. We gaan alles morgen lekker samen doen. En dan kunnen wij lekker gaan creëren. Het is letterlijk 7 uur. Woep! Even pauzen. Ja, oké. Ik lig al op bed. Het is 7 uur. Living my life. Echt net gegeten, maar ik wilde lekker cozy zijn. Lekker mijn bedje liggen. Ik heb alles voor morgen en zo al gepakt. Dus weet je, helemaal prima. Maar ik ga nu de video van M.A. en Lara kijken. Dat Lara shop voor M.A. op Vinted. Ik leef. Echt, oh my god, I can't wait. Oh, dit haar. Oh. Moet ik even weer fixen. Ik heb het net mijn make-up gedaan. Anyway, ciao. Het is vandaag dinsdag. Ik heb vandaag een superleuke dag. Ik heb mijn make-up al gedaan. Ik ga nu even een TikTokje filmen dat ik me aankleed. Maar ik ga daarna naar Rotterdam. Ik ga eindelijk weer shooten met Mark. Dit is zo lang geleden. Echt, want Mark ging op vakantie. Toen was ik op Ibiza. En ik was in Boedapest. En toen was weer dit. En toen was weer dat. En toen, het liep allemaal gewoon niet gelijk. Dus eindelijk zijn we samen. We gaan shooten. Ik blijf in Rotterdam slapen. Wat ik al vertelde natuurlijk. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dus we gaan er gewoon een waanzinnige dag van maken. We gaan lunchen. We gaan avondeten. We gaan alles samen lekker doen. Dus ik heb er waanzinnig veel zin in. Nu ga ik die TikTok even filmen. Het is 8:08 om precies te zijn. En ik moet om 10:30 met de bus. Dus ik heb echt alle tijd nog. Dus dat is wel lekker. Dus ik kan ook zo meteen lekker rustig ontbijten. En dat soort dingetjes. Zoals tot mijn hele koffers gepakt. Ik ben helemaal ready to go. Get dressed with me. Het is echt een Eeuw. Laten we samen aankleden. Ik heb een super leuke dag op de planning. Dus we hebben ook een leuke look nodig. So let's get dressed. Buh, buh, buh. I got dressed. Hutsch. Dit is de look. Ik ben helemaal aangekleed. Ik heb er een TikTok van gemaakt. Dus ik ben weer helemaal voldaan. Ik heb nu nog lekker 3 kwartier zodat ik kan ontbijten. Dat ga ik nu doen. Ik ga mijn koffer even naar beneden brengen. Ja, en meer hoef ik niet te doen. Dus het is chill. Oké, let's go. Kijk, als ik zit bij de bushalte. Mijn koffer is zo zwaar. Echt, mijn god, dat ik nu al denk, oh mijn god. Hier moet ik mee slepen vandaag. Gaaf. Ik moet ook nog heel even doorgeven aan Morgan en Mees waar ik slaap. Hoe laat ik ga inchecken. Want ik kreeg gisteren al een appje van hun. Dus ga ik nog heel even doen. Dan weten ze hoe laat ik ongeveer inchecken. Wil rond 3 uur gewoon inchecken, denk ik. Dat is de chillste. Ja, en dan kunnen daar, dan kunnen Mark en ik nog lekker op wat content schieten. Dus dan kunnen we gewoon chill aandoen. Dus dat vind ik op zich wel fijn. En ik denk dat we ook echt wel leuke plekjes kunnen vinden in de rondom het hotel. Daar in de buurt, dus dat zou ook top zijn. En voor die buswachter, ik ben echt zo'n persoon die altijd een paar minuten sowieso voordat die bus komt er wil zijn. Want je kan bussen niet vertrouwen. Bussen komen of te vroeg of te laat. En als ze te vroeg zijn, they don't care. Ze gaan gewoon hup door en dan heb jij weer die bus gemist. Nou, goed verhaal, lekker kort. Ik ga je verwachten en dan
naar het station. En op naar Rotje Knor. Oké, wij zitten nu bij Surf en we hebben even een Ruby Signature Shake, maar wij gaan helemaal wild. Wij hebben normaal altijd dezelfde. Als je nu een burrata sandwich, nou, ik ga jullie taste test geven. Fijn taste test, ik ga het gewoon geven, jullie gaan het zien. Ah. Het smaakt naar pizza. Oh, heel lekker. Ja, het is ook wel lekker. Ja. Ook door die pesto en zo. Mm-hmm. Nou, waarom ze dan? Ik moet zeggen, ik mis toch mijn kip. Ja? Ja. Ja. Ik ga die andere toch wel een keer proeven. Met spinaas. Ja, de vernieuwde versie. Ja, die wel lekker. Mark en ik zijn op de eerste locatie, waren helemaal aan het shooten. Nou, er gebeurde ineens van alles, allemaal bussen. Ineens ging iemand vol gas achteruit. En was helemaal hysteer. Kijk hoe dit werkt. Ik heb dit nog nooit gezien. Ja. Wat een gave camera. Gaaf, hè? Ja. Helemaal een stengel, maar... Ja, het is gewoon een stengel. Een stengel waar veel gebeurt. Ja. Die zie je niet vaak. Nee. Hoe rijdt die man elke keer? Ja, hij weet niet wat hij kan keuze maken. Jezus. Dus nou, we gaan even zo verder als die rustig rijdt en weg is. Nou, hij heeft al 8 bochten gemaakt. Oh. Oh, die fiets. Heeft hij geen piep-piep op de auto? Jeetje. Dit willen de kijkertjes zien, hè? Oh, hebben genoten van dit shot. We zijn in het hotel aangekomen. Ik ben ingecheckt. Ik heb meteen omgekleed. Want wij gaan nu even naar beneden een koffie doen. En dan gaan we daarna nog even deze look schieten. Ik heb dus dit setje aan van die Isa waar ik over vertelde. Waanzinnig. Hoe leuk ziet dit eruit. Echt heerlijke look. Oké, dus Mark en ik gaan nu verder shooten. Nou, je mag wel iets hoger vriendin. Ja. En dan gaan we even koffie doen. En dan omkleden. Nog een look. Another one. Dus... Nader klap. En ze zoet. Maar je kan hier dus ook gewoon lekker eten en leuke koffie doen als je gewoon niet in het hotel zit. Ja. Oh, sorry. Nou, je zag net dat we die look hebben gedaan, maar we gaan even omlopen. Want daarachter 2 tering grote spinnen. Daar lopen wij niet doorheen hoor. Ik is er al weg. Hè? Huh? Eén is er al weg. Er zit ergens. Ja, eentje is al verstopt, maar misschien zit hij al in je broekje. Het kibbelt een beetje. Oh! Kijk, hier slaap ik dus helemaal vanavond. Bij Morgan en May. Is echt heerlijk. Oké, Oh, wacht. Jullie zien me helemaal niet. Volgende look is aan. Ik heb superleuk. Wacht, even kijken naar beneden. Deze set van Closet van Val aan. Het zit zo lekker. Insane. Ik heb even mijn lip veranderd. We hebben dus een nieuwe look. Wij gaan nu even lekker eten. En waarschijnlijk onderweg als we iets zien, foto maken gezellig. Dus dat wordt helemaal, helemaal leuk. We hebben net ook hier in de hotelkamer nog een foto gemaakt. Het is een helemaal druk. Helemaal gaaf looks. Je hebt nu 3 looks verlegen erop zijn, toch, Mark? Ja, 3. Ja, en dan nu 4. Morgen heb ik een look aan. Die kan Mark ook voor me schieten nog. Voordat we naar het event gaan. Dus weet je, ik heb helemaal content. En ik ga hier naar het hotel nog zelf straks wat dingen doen. Dus... Helemaal busy. Het is nu super lekker te eten. Hoe heet het hier ook weer? Ons Corona. Oh, hier staat het op. Je servet. Kijk. Waanzinnig tentje. Super leuke aankleding. Waanzinnig personeel. Ik ben nu wel fan. En we hebben lekker pizza besteld. Omdat ze ook wat hier verkopen. Dat is wat ze reserveren. Dit is tering goed licht trouwens. Ja, dat dacht ik al. Ik zie er shining uit. Ik zie er waanzinnig uit. Maar nee, ze zitten hier heerlijk te zitten. Ze hebben eten besteld. Ze gaan even helemaal genieten. Kijk, dus voor de mensen die het willen weten, dit is een beetje de vibe van het restaurant. Echt zo sleem. Nou, Mark en ik hebben allebei lekker een margarita, dus eet smakelijk! De dedication die wij hebben voor werk is niet oké. Dat is niet normaal. Want het ging helemaal regenen nu. Nu is het wel weer gestopt. Echt heel random. Nou, je hebt een pet op, ik weet niet, maar jij voelt niet goed. Work. Dus we hebben helemaal in de regen shoot nog. We hebben het gevonden, we hebben het gedaan, we hebben het gelukt. We zijn wel weer plaatjes uitgekomen gehad. Ja, we hebben weer gave dingen, hè? We hebben ook, waar is mijn bril? Oh, daar. We hebben heerlijk gegeten ook.
Zieke aanrader. En dan ga ik weer terug. Ik is er zelf in. Mark naar huis. Morgen zien we elkaar weer. Wel echt heel gezellig. Zo'n leuk tripje dit eigenlijk zo. Weekend Rotterdam. Nou ja. Ja, nou ja, een soort van. Weekend door de week. Enig. Ik ga er helemaal lekker op. Nou, daar. Ik ben lekker gedoucht en wel. Ik heb mijn haar gewassen en ik had nog een heel klein beetje verf. Dus die heb ik in dat haar even er weer doorheen gewreven, zodat het nog lekker groen blijft. Maar ik heb nog helemaal niet het hotel laten zien. Zeg maar de kamer. Dus ik dacht, dat ga ik even doen. Het is niet super netjes, maar I don't care. Kijk, als je binnenkomt zie je eigenlijk meteen dit. Dus hier lekker het bed. En hier is lekker een hoekje. Ik heb al mijn outfit klaargelegd, maar hier is gewoon een heerlijk hoekje om te zitten, tv, koffieapparaat en alles. Wc, nou gaaf. Hier is lekker een bad. Nu ben ik niet per se een badpersoon, maar hè, staat wel gaaf. En dan is hier ook nog de douche. Met hier een regendouche. Puh. Dit is denk ik de allermooiste roomtour die jullie ooit hebben gezien hier op YouTube. Ik snap het, weet je. Hè? Dus nu ga ik lekker mijn bedje in. Ja. Morgen ga ik lekker alles editen, want dan heb ik wel even wat tijd. Ik kan lekker tot 1 uur hier in het hotel. Is hier het stopcontact? Ja. Ik kan lekker tot 1 uur op mijn kamer blijven, dus dat is echt chill. Lekker ontbijt ga ik ook doen hier morgen. Want ja, lekker. Moet toch eten, dus ik kan net zo goed gewoon hier lekker gaan ontbijten. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. En dan gaan we het even zien. Ja, we gaan jullie gewoon weer meenemen. Good morning. Het is, nou, welke dag leven? Het is woensdag. Ik ben wakker geworden. Het is nu 8 uur. Ik ga zo heel even douchen. Dit haar is ook echt mega ontploft. Dus ik moet het heel even nat maken. Zodat het weer een beetje in model kan komen. Ik heb slecht geslapen. Ja, echt niet goed. Het lag niet aan het bed. Het lag aan mij. Want ik lag oh, ik heb hier ineens even jeuk op mijn benen nog. Maar die tweede dag na het scheren. Iedereen kent het wel. In ieder geval lag mijn hele hoofd te malen. Ik heb echt heel raar gedroomd. Ik heb echt... Mijn gedachten gingen alle kanten op. Dus dat was minder. Jee. Maar ik ga nu lekker douchen. Daarna lekker hier beneden in het hotel ontbijten. Het ontbijt zit er niet bij inbegrepen, maar je kan wel gewoon à la carte ontbijten. En dan wordt dat bedrag gewoon lekker van die borg ingehouden. Want je moet ook borg eigenlijk altijd bijna een hotel. Je hebt natuurlijk borg. Maar goed, dus het is ook gewoon lekker à la carte ontbijten. Dus dat vind ik ook wel lekker. Dus je kan even gewoon lekker wat bestellen. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ik dacht, als ik dat om 8:30 lekker doe, dan kan ik daar gewoon even zitten, rustig zitten, even mijn ding doen. En dan heb ik daarna ook nog even tijd tot 1 uur om mijn koffer weer in te pakken, maar ook om nog even wat content hier te maken en me op te maken en zo natuurlijk. Oké, ik heb even gedoucht en mijn haar even nat gemaakt en zo. En nu ga ik naar beneden. Oh, ik schoonmaak ze voor het ontbijt. Toch altijd ergens een beetje ongemakkelijk altijd om naar ontbijt te gaan in een hotel, maar let's go. Ik doe mijn oortje in, ik ga lekker editen en zo en dat komt helemaal goed. Er is hier zo'n leuke man die hier werkt, die was gisteren ook. Je zegt, oh wat gezellig, het zonnetje in huis is er weer. Nee, echt zo lief. En zei hij ook, haver cappuccino? Ik zeg, you got me. Dit is helemaal leuk, dit is helemaal gezellig. Ik weet alleen verder niet hoe ze hier werkt met eten, maar volgens mij is het gewoon via menu, dus ik ga het wel zien. Ik ben benieuwd. Ondertussen heb ik net een TikTok gefilmd. En die ga ik meteen even editen, zodat die zo meteen ook online kan. Want dat gaat over een playlist die ik heb gemaakt. Voor Walk That Confidence Walk. Dus daar heb ik even een hele TikTok over gemaakt. Over confidence, confident lopen over straat en dat soort dingetjes. Ja, heerlijk. Dank je wel. Ja, super. Je bent aan de 6 of zo? 9. Ja. Pas in de buurt. Omdraaien. Even omdraaien, ja. Wat had je hier gisteren iets te doen dat je in Rotterdam bent? Nou, ik werk als influencer online. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat is wat ik doe. Dus voor YouTube, TikTok, Instagram. En die jongen die bij me was, die werkt voor mij. En die helpt me dan met content schieten en lookjes fotograferen en dat soort dingen. Dus dat hebben we gisteren echt de hele dag gedaan. Oké. Okay. En vandaag heb ik een event hier in Rotterdam. Dus ik dacht, weet je, ik ga het allemaal even lekker combineren, lekker slapen. Goed zo. En op die manier doen. Okay. Ja. Je ziet er goed uit. Dank je wel, schat. Dank je. Dat bedoel ik. Zo'n schatje. Even kijken wat ik ga eten.
Wil je heel veel? Wil je klein? Wat wil je? Kan ik je altijd helpen? Ik werk hier dus. Ja, ik zit even te denken waar ik zin in heb. Wil je een yoghurt eten? Nee, ik denk wel even een broodje. Ik zit te denken aan die avocado toast wel. Die is wel lekker. Die is ja. Lekker. En dan, maar zou dat ook kunnen in plaats van poached eggs met scrambled eggs? Ja, kan. Ja? Ja. Oh, dan wil ik dat graag. En een versie erbij. Oké. Nou hè. Ik heb mijn ontbijtje. Ik heb lekker avocado toast met scrambled eggs erop. Er komt nog een versie jus aan. Schat, ik leef. Dan gaan we naar de hotelkamer. Zo lekker gegeten. Ik had dus avocado toast. En normaal zat dat met poached eggs. Maar dat vind ik heel vies. Dus ik vroeg, mag het op mijn scrambled eggs? En eigenlijk is het heel vaak gewoon oké. Dus dat heb ik echt heerlijk gegeten. Lekker chili flakes erbij. Helemaal gewoon die meid. Orange juice, cappuccino. Ik heb echt mijn leven weer geleefd. I live. Wil ik nog even video's opnemen. Maar ik ga eerst heel even mijn make-up doen. Want ik wil mijn make-up echt snatched hebben voor die video's. Want ik wil even voor Instagram, dat kan helaas niet voor TikTok. Wil ik even video's maken in bikini. Zodat ik dan helemaal dat leuk, nou ja, gaaf kan doen. Dus dat is de planning. Zeg ik een bikini? Ik bedoel lingerie. Dat ik even ga poseren. En voor Instagram, want op TikTok mag dat niet. Dus dan gaan we dat even doen. Ik heb net video's gepost al meteen over die ik net vanochtend heb gefilmd. Want die wil ik eerder posten dan video's die ik gisteren heb gefilmd met Mark. Ik ga nog een Get Dressed With Me doen. Dus ik heb echt nog wel even wat leuke dingen die ik kan doen. Dus daar heb ik heel zin in. Nu make-uppen. En de rest fixen. Ik wil jullie ook nog even laten zien. Want ik heb bij Essentieel Antwerp gisteren iets superleuks gekocht. En ik had het al gezien bij... Wie had ik het gezien? Babs volgens mij. En bij Daphna in hun stories en zo. Maar ze hadden dus waanzinnige soort van beenwarmers daar. En dat zijn dus deze. Ze zijn grijs. Wat normaal niet per se echt mijn kleur is. Maar die zijn dus helemaal bedazzled met van die stenen. Dus die kan je dan zo ergens bovenuit laten komen. Jullie weten, ik hou van beenwarmers en dingen. Dus deze moest ik echt hebben voor mijn collectie. Vond ik echt super vet. En ook de meiden van Essentieel Antwerp in Rotterdam. Waanzinnig. Sorry, maar dit personeel is echt mijn allesje. Ik ben echt fan. Ik leef. Ze waren zo lief. Zo gezellig. Echt van die ras Rotterdammers. Ja, ik leef. Dus dat was echt super chill. Maar die wil ik nog heel even laten zien. Omdat ik die gisteren heb gescoord en er super blij mee ben. Moet ze alleen nog even kijken in wat voor lookje ik het ga samenstellen. Maar dat komt helemaal goed natuurlijk. Oké, make-up is gedaan. Ik heb lekker een rode lip. Want dat is leuk voor de look straks. Omdat ik iets roods aan ga doen. Ik heb 2 lingerie video's opgenomen. Het is nu 11 uur, dus ik heb echt nog 2 uur de tijd. Maar ik ga nu even rustig mijn koffer inpakken, alles weer even goed indelen. Daarna wil ik ook nog een video maken dat ik me ga aankleden gewoon voor de dag. Get dressed with me. En verder heb ik niet echt content dingetjes die ik moet doen. Dus ik ga heel even kijken. Ik kan rustig gaan doen. Dus ik ga zo meteen denk ik ook nog als mijn koffer is ingepakt heel eventjes op bed. Even nog wat dingetjes editen alvast eventueel. En dan gaan we dat allemaal even fixen. Maar ik ben sneller dan dat ik dacht dat ik was. Ook wel chill. En het licht hier is ook weer waanzinnig. De zon schijnt helemaal lekker naar binnen. Echt, I love it. Het was perfect voor die video's die ik net heb gefilmd. En ja. Heerly. Kijk, daar ligt ze. It's a mess. Ik heb me aangekleed en dat heb ik ook voor een TikTok gedaan. Die huisjes tegenover zijn echt tering leuk allemaal trouwens. Oké, afgeleid. Dat heb ik even ook voor een TikTok gedaan. Superleuk. Die heb ik al geëdit. En die staat al klaar. Zodat ik die vanmiddag gewoon alleen maar ploep, kan uploaden. Dus dat is echt amazing. Nu zit ik... Het is 11:45. Ik hoef pas om 1 uur eigenlijk uit te checken. Maar nu zit ik dus te denken van... Maybe I'm just gonna go into the city. Oh, mijn camera lens zit scheef volgens mij. Ja. Ik wil gewoon nu even de stad ingaan. Even gezellig. Even chill. Dan dacht ik, dan ga ik misschien naar Unfiltered. Ook al waren ze gisteren dicht. Geen idee of ze vandaag open zijn. Misschien dat ik daar dan heel even ga zitten om die meeting te gaan doen. Om 2 uur. En dan ga ik nu alvast even de stad in. Even kijken. Even doen. I don't know. En kijken hoe ik mezelf ga vermaken. Dus ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Ik laat mijn koffer hier. Ik hoop dat het oké is dat ik hem hier achterlaat tot vanavond. Want dan hoef ik ook niet naar het event ermee te zeulen en dingen. Dan kan ik gewoon, loop ik vanaf het event, loop ik gewoon weer hierheen. Dan kan ik daarna... hoe heet het? Dan kan ik daarna
de koffer weer ophalen, ga ik dan naar station. Dat is wat ik in mijn hoofd had. Oké. Dus dat is een beetje het plan, een beetje het ding. Dus dat is gewoon wat ik maar ga doen. Ja, ik kan hier nog in de hotelkamer gaan blijven zitten, maar ik kan ook gewoon even kijken of ik dingen kan zien of zo. Hé, hier ligt een oorbel van mij. Oh, het is maar goed dat ik het zie. Dus we gaan naar buiten. Kom mee. Ik zit nu bij AME, AME Hotel, die heeft een restaurant. Of een cafeetje. Dus daar heb ik nu even een cappuccino uitgezocht. En hier ga ik nu even editwerk doen en dingetjes. En daar hebben we een soort meeting. Dus dan gaan we alles even regelen. Het hotel was helaas dicht. En ik heb dus gewoon gebeld voor de winkel waarin ik op niet aan ga. Zat hier niet meer, maar het staat bij me, dus prima. Dus dan ga ik even lekker zitten en eten. Heerlijk, even een croissantje met wat jam, cappuccino. Ik ben happy. Oké, ik zit nog steeds bij AME. En Mark die komt er binnen nu in 3 minuten of zo waarschijnlijk aan. En ik heb net een meeting gehad voor iets heel erg leuks. Daar heb ik al een paar keer eerder een meeting voor gehad. Maar het was nu weer even een soort van officieel dat het doorgaat toch wel. Kinda. Dus echt super spannend. Kan ik echt nog niks over zeggen, maar echt super leuk. Dus ik wacht nog heel even op Mark. Gaan we buiten even een fotootje maken. En even nog een TikTok afmaken die we hadden waar we gisteren mee zijn begonnen. En wat winkels in waarschijnlijk. Dus helemaal chill, helemaal leuk. En dan gaan we het weer even fixen, even weer regelen. En dan komt het heel erg goed. Helemaal leuk. Over die meeting, mijn hele hoofd gaat weer meteen heen en weer op en neer. Lekker springen. Dus ik heb weer heel veel ideeën. Dus het is echt fantastisch. Weet je met wie ik ben? Daar gaat hij. Mark. Hi. 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 We're back. Ik zit weer bij Served. Ja, want we moesten even iets snels eten. Want over minder dan een uur hebben we een event. Dus ja, je kan ook weer niet echt uiteten. Het is allemaal weer moeilijk en gedoe. Dus nu zitten we hier gewoon weer even lekker. Makkelijk. We waren toch in de buurt. Ik heb een hele hysterische aankoop gedaan. Van een jas. Ik heb het ook niet gefilmd. Stom. Maar een hele hysterische aankoop. Ik zal thuis laten zien wat ik heb gehaald. Maar... schat, we zijn helemaal binnen. We zijn helemaal gezellig aangekomen bij het Uniqlo event. We mogen hier gewoon helemaal early shopping. Het is helemaal gezellig. Hi, hi. I love your outfit. Thank you. Thanks. Oh my god. Helemaal leuk. Kijk, we zijn er. Kijk dit. Tering grote winkel. I love it. I'm dying. Ik zit hier in de trein. Ik was naar het hotel gegaan. Was ik heen gelopen en ik was zo warm. Toen had ik de Uber geboekt, toen dacht ik, oh weet je, kan ik even buiten even afkoelen. Was er binnen 2 minuten. Amazing. Daardoor heb ik wel een trein eerder gehaald. Dat is zo lekker. Dus nu ben ik, het is 7:30, dus ben ik ongeveer rond 9:30 thuis. Dat is echt amazing. Maar ik ga letterlijk dood van de hitte, want ik heb nepleer aan. Een trui, ik had een jas aan. Letterlijk for real, gewoon dying. But I'm here. Dus ik ben even aan het afkoelen, tot mezelf komen. Ik denk dat ik heel even misschien wat dingen ga editen. Wat dingen even op mijn rijtje ga zetten. And that's what I'm gonna do. Dus dat is helemaal top. Ik ga ook deze dingen uithalen. Het zijn zwaar. En dan gaan we naar huis. Helemaal fijn. Ja, ik ben thuis. Ja, ik ben er weer. Ik heb het overleefd. We made it. We're here. We're queer. En slee. Ik ben zo dood. Ik heb even lekker gedoucht, want ik had het helemaal... Dus ik heb even lekker gedoucht. Ik ga nu nog even in mijn bed liggen. Morgen ben ik de hele dag thuis, dus ik kan lekker een beetje uitslapen. Gewoon geen wekker zetten in ieder geval. En ik ga lekker mijn YouTube-vlog editen morgen, maar dat neem ik jullie morgen weer mee. Dus dat zien jullie me dan. Goedemorgen, dit is morgen. Ik leef. Ja, het is een nieuwe dag. Het is helemaal die donderdag, de laatste dag van deze vlog. Ik heb rustig opgestart. Ja, weet je, het is 11:08. Ik heb helemaal rustig lekker ontbeten. Powerkoppels gekeken. Ik heb helemaal helemaal chill. Ik dacht, ik laat nog heel even zien wat ik nou gisteren heb gescoord in Rotterdam. Ik heb parels. Allereerst dit vest van Gunny. Dit is een leuk verhaal, want toen ik in 2022... februari 2022 was ik in Parijs met mijn moeder. Toen was ik nog een hele simpele meid. Toen had ik nog een bobplein, pony, nou ja, helemaal gezellig. Maar ik was Gunny obsessed. Maar het was zwaar buiten mijn budget. Ik verdiende gewoon een heel simpel loontje in de winkel. Verder, dat was het. Dus ik kon zo'n vest, die oorspronkelijk dus €395 was, niet betalen. Zeker niet. Kan nu wel, maar oké.
Maar nu zag ik bij Perle Hagestein op Insta Stories dat ze dit vest bij de TK Maxx hadden hangen. En ik wist nog, oh my god, ik heb die toen in Parijs gezien met mama en die wilde ik toen hebben. Maar ja, kon allemaal niet, bla bla bla. But it was my dream. En nu had ik hem voor 99 euro. Parel. Was het ook nog eens dat ik alleen maar maat 34 en 36 zou hangen. Toen dacht ik, maar ja, die mouwen zijn super groot en hij valt best wel groot. Toen dacht ik, ja, 36, ik ga het gewoon doen, ik moet het hebben. Ik had helemaal een soort van... En toen liep ik langs en toen was er een rekje van een personeelslid die moest alles terughangen van de paskamer. 38, huts! Nou, ik kan je vertellen, ik pas niet meer in een 38. Maar deze wel, hij zit perfect, gisteren gepast. Waanzinnig, ik ben super obsessed, I love it. En ik heb gisteren een nieuwe winterjas gekocht. Ja, een nieuwe winterjas. Ik was sowieso op zoek naar een nieuwe winterjas voor deze winter. Ik wilde een leuke kleur, fluffy, gezellig, maar ik kon ze gewoon niet vinden. Ik heb al een witte, ik heb ook een witte hele lange, maar die moet weg. Die is klaar, die is gewoon klaar. Dat gaat niet meer. Dus ik wilde een nieuwe, want ik heb nu een witte, een roze en ik wilde dus nog een andere kleur. Iets gezelligs, ik wist nog niet precies wat, maar ik kon het gewoon nergens vinden. Online kon ik ook niet leuke vinden die me aanspraken. En ik was dinsdag was ik al bij Essentieel Antwerp geweest, omdat ik sokken had gezien. En die heb ik dus ook gekocht, die had ik ook aan jullie laten zien. En nu hing er ook een jas en wij waren dinsdagavond aan het eten. En Mark die zei, heb je die jas trouwens gezien? Zo, Sascha, oh my god, wij op de site kijken. Op de site was die jas niet heel mooi. Want hij leek daar best wel heel erg grijs. En toen dacht ik, nee. Toen waren we bij Café Cito gisteren. En toen zei ik, ja, ik wil dan toch even die essentieel in. Want ik voel, ik moet erheen. Wij lopen naar binnen. En ik zie die jas hangen. Ik denk, ja, ik vind hem eigenlijk wel gaaf. Ik ben wel gaaf. Dus ik heb hem gepast. En ik had ook nog een andere jas gepast. En Essentieel Antwerp is gewoon echt een merk voor mij. Veel kleur, hysterisch, veel groot, volume, alles. Helemaal mij. Is iets prijziger, wel, moet ik zeggen. Maar... je hebt wel een gaaf iets. En ik heb een jas gekocht. Dit is de jas. Hij heeft dus helemaal wijde mouwen. Het is een heel wijd model. En een beetje bomberachtig. Want hij heeft hier elastiek. Een super grote kraag. En weet je wat de grap is? Deze jas is zo oversized. Dat ik dus een maat M heb. Skinny? Want ze zei ook. Want we waren in de winkel. Ze hadden dan de L niet liggen in de winkel. Die was wel online te koop. Maar de verkoopster zei ook van... als jij nu een L gaat doen, dan wordt hij heel erg propperig. En dan gaat deze band een beetje uitlubberen. En dan wordt het gewoon net geen mooi model. Dus heel lang nagedacht. En toen dacht ik, ja, dit is mijn winterjas. Dit is hem. Waanzinnig. Mijn kamer is trouwens ook echt een zware tyfuszooi. Dus ik moet dat ook echt even gaan opruimen vandaag. Deze jas is dus echt, ik ben helemaal blij, helemaal verliefd. Super zacht, helemaal lekker, helemaal sas looks. Ik ben heel erg blij. Ik ga even andere winterjas. Ik ga alles even uitzoeken. En ik loop dus met het idee. Maar ik moet er nog even mensen voor benaderen om een closet sale te gaan doen. Dat wil ik eigenlijk in een pandje doen. Eventueel in Zwolle. Of als een soort collab met een store. Iets. Weten jullie of er een pandje zijn in Zwolle die worden verhuurd waar je dat kan doen? Let me know. Maar ik wil dus heel erg graag een closet sale gaan doen. Want ik heb alweer... 8 zakken gevuld. Ik heb zoveel kleding wat weg kan. En waar ik weer even helemaal frisse wind doorheen moet halen. Dus dat lijkt me super leuk. Zodat ik ook jullie kan ontmoeten. Dan kunnen we een soort meet and greet-achtig ding doen. Laat me weten. Nu ga ik douchen. Ik moet een campagne filmen voor NYX Professional Makeup. En ik moet mijn vlog editen vandaag. Maar eigenlijk heb ik de hele dag ervoor. Dus dat is top. Ik ga lekker rustig aandoen. Make-upje zetten. Wenkbrauwcampagne doen. En we gaan door. Ik zit lekker op mijn bed. Ik ben heel even... Siri kijken en ik ga nu mijn make-up doen. Ik heb mijn haar gegeld. Love the look. En dan gaan we dus even mijn haar fixen. Ik heb ook even een koffie. Dus ik ga even helemaal chill modus. Even helemaal gaaf. Even helemaal gaan. Dat gaan we eventjes fixen. En even doen. En dan wordt het een gave dag. Oké, need to say the make-up is make-upping. Stoorn in. Het is nu 1:05 en ik heb heel de campagne gefilmd. Ik ga hem zo meteen editen. Waarschijnlijk is dat ook niet heel veel werk, dus dat scheelt weer. Dus dat is fijn. En dan kan ik hem eigenlijk meteen opsturen, dus dat is ook top. Dan kunnen we dat allemaal weer even regelen. Het is ook echt heel erg fris trouwens. Brrr. Ik ga even mijn badjas even aandoen. Dan ga ik heel even wat lunchen. En dan daarna de rest maar fixen vandaag. Ik heb net een beetje een geïrriteerde TikTok opgenomen.
Want ik was een beetje geïrriteerd omdat ik heel veel comments krijg van mensen altijd van... Oh my god, ga je oprecht zo naar buiten? Oh my god, hoezo ga je zo naar buiten? Blablabla. Fucking irritant. Dus ik was even gewoon een beetje pissed. En ik denk, ga jullie even vertellen hoe het allemaal zit. Dus dat heb ik even gedaan. Mensen gaan er echt weer van alles van vinden. Maar ja, weet je, we moeten door. Ik heb ook gewoon dingen te vertellen. En een boodschap te brengen. Zit ik helemaal mijn schoenen aan te doen. Maar volgens mij gaat het regenen. Dus dan heb ik echt geen zin om naar het dorp te gaan ook. Ik weet gewoon allemaal even niet waar ik zin in heb. Maar ja, ik heb de hele campagne en zo wel ingeleverd. Dus wel weer gedaan wat ik moest doen. En alleen zit ik echt die vlog editen zit ik echt uit te stellen. Oh, echt heel erg. Ik heb er gewoon echt geen zin in. Ja, sorry. Het spijt me. Het is niet om jullie hoor. Het is gewoon om het editen zelf. Het kost er gewoon zoveel tijd. Niet alsof ik verder dan nog wat te doen heb. Maar het is net zoals je huiswerk uitstelt. Dat heb ik met de vlog. Ja. We gaan het zien.